Ik denk dat je, zeker als je die continuïteit wilt waarborgen, dus dat je er 24/7 bent, dan moet je daar gewoon beroepskrachten voor neerzetten. Zuidwest TV is de streekomroep voor Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. En is in maart 2020 begonnen aan een pilot van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Met deze pilot krijgen 20 lokale en streekomroepen voorlopig tot eind 2020 extra budget voor de inhuur van betaalde redacteuren. Doel hiervan is aan te tonen dat extra geld voor de lokale omroep direct effect heeft op de berichtgeving voor en met de lokale gemeenschap. Zuidwest TV zet in op het inhuren van de professionele vijfdagelijkse nieuwsredactie en ruimte voor onderzoeksjournalistiek. We lopen nu de redactie binnen van Zuidwest, Zuidwest Update. Dat is ons nieuwsprogramma eigenlijk. Het is een beetje leeg, maar zometeen redactieoverleg en sommigen die zijn al op pad. Dit is het bureau van Hans Jorg wat je daar ziet. Hans Jorg is onze ombudsman, ons onderzoeksjournalist. Dat is een van onze onderdelen van de pilot waar we ontzettend trots op zijn dat we dat mogen doen. Hij heeft al bijvoorbeeld een dossier over een molenerf hier in de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente wil dat slopen, het molenerf. En er zijn een heleboel mensen die daar tegen zijn. Hij is daar volledig ingedoken. Zuidwest TV onderscheidt zich verder door samenwerking met enkele lokale instanties, zoals scholen en de bibliotheek. Maar ook door het verlenen van service aan de lokale gemeenschap, zoals bijvoorbeeld tijdens de lockdown in het voorjaar. Ja, de nood is heel hoog. Ik denk dat de meeste mensen ook wel in de media hebben meegekregen dat er helemaal in heel Nederland, maar zelfs in heel de wereld, een tekort aan allerlei beschermende middelen is. Er is een moeite om het ook juist voor de verpleeghuizen waar wij in werken, daar voldoende materialen voor te krijgen. De directrice van die zorginstelling heeft ons gebeld. We gaan een actie opzetten om mensen mondkapjes in te laten leveren. Dat hebben ze via ons programma gedaan. Ook zelf hebben ze dat via Facebook gedaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat er duizenden mondkapjes ingeleverd werden. Zo'n oproep die heel simpel is, maar wel heel noodzakelijk, heb je toch wel de lokale pers nodig om aandacht te vragen voor een probleem. De wens van onze omroep was om echt dat lokaal toereikend mediaaanbod te kunnen bieden aan iedereen. We kwamen een heel eind, alleen dat stukje journalistiek fulltime bieden, daar hadden we gewoon geen geld genoeg voor. Met deze pilot konden we dat puur in de journalistieke mankracht investeren. En zo kunnen we dus die 24/7 nieuwsfeed aanbieden. Je bent op Vierhoeven. Dit is een oude woonwagenlocatie. Hier hebben 7 woonwagens gestaan 31 jaar geleden. En we willen hier gewoon weer met 7 woonwagens gaan staan. Heel goed bekeken, ook online. Het heeft echt wat gedaan. Daardoor zijn politieke partijen ook wederom vragen gaan stellen aan de wethouder die hier verantwoordelijk voor is. Joop heeft onszelf benaderd van, goh, wij staan hier, wij willen aandacht en dit is er gaande. En als je niemand op een redactie hebt zitten die dat kan oppakken en er is hier niemand overdag, ja, dan verdwijnt dat in het niets ergens in een redactiemail. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met Zuidwest Update uit te bouwen tot nieuwsplatform binnen de omroep. Dat heb ik voornamelijk altijd alleen gedaan en met stagiaires. Ja, nu al mooi te zien dat we deze stap hebben kunnen maken. Die lokale journalistiek die moet een boost gaan krijgen. Ik denk dat we met de pilot hebben laten zien dat je dat zo lokaal mogelijk moet doen. En doe dat dan zo crossmediaal mogelijk. Ik merk dat wij nu wat serieuzer genomen worden rondom journalistiek. En dat gemeentes bijvoorbeeld ook wat extra hard moeten lopen als je belt. Want je stelt andere en kritische vragen, omdat je er wat beter onderzoek naar kunt doen. En dat is natuurlijk de rol van de lokale journalistiek. En dat zijn vragen die ze alleen maar krijgen van lokale journalisten.